Het ziet ernaar uit dat volgend jaar eindelijk de Maaslijn wordt aangepakt. De spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond. De Provinciale Staten van Limburg zijn bereid om extra kosten van 145 miljoen euro te betalen. Treinreizigers kunnen niet wachten op een betere verbinding. De lijn tussen Roermond en Nijmegen moet nog gemoderniseerd worden, omdat veel treinen op het traject vertraging hebben. Het spoor wordt gedeeltelijk verdubbeld en er gaan elektrische treinen rijden in plaats van dieseltreinen. De familie Schouten van de HEMA in Wijchen heeft de Gouden Schep ontvangen. De Gouden Schep is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de Wijchense VVD aan één of meerdere ondernemers die in breedste zin van het woord bouwen aan Wijchen. De familie Schouten ontvangt de prijs vanwege hun inzet in de afgelopen jaren voor de Wijchense detailhandel. In 2009 is Rolf Schouten ook al eens uitgeroepen tot Wijchense ondernemer van het jaar. Ook heeft de familie Schouten al 3 keer de prijs Beste HEMA van Nederland ontvangen. En vanaf vandaag is het Wereldmuseum in Bergendal, voorheen het Afrika Museum, gratis te bezoeken. Dat geldt voor de komende 2 weken tot en met zondag 26 november. Het museumbestuur heeft hiertoe besloten nadat bekend werd dat het huurcontract niet wordt verlengd en het museum dus zal moeten sluiten. Door de entree nu gratis te maken kan iedereen die dat wil nog even afscheid nemen. Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe locatie in de regio in een hoop dat het Wereldmuseum weer snel heropend kan worden.